Ja. We zijn er weer, Dames en heren, jongens en meisjes, welkom bij weer een nieuw seizoen van Klasse, de podcast. Marv is gelukkig weer aanwezig. Ja. Hij straalt weer, ik zie hem zitten. Ja, man. Mijn naam is Ben Kremers en tegenover ons hebben we onze, ik wil bijna vaste gast zeggen, Dennis Ilić. Ja. Ja, dankjewel. De beste docent van de regio economie, daar is die. Ja. Lekker man, onze Rotterdammer. Ja, joh. Fijn dat jullie er zijn, boys. Yes. Seizoen 2, hey. Ja, man. Let go. Ja, man. Tof, man. Let go. Voordat we beginnen wil ik wat huishoudelijke mededelingen doen. We hebben het format ietsjes veranderd. De podcast was natuurlijk altijd eerst een uur, of langer zelfs. We hebben ervoor gekozen om het een half uurtje te gaan doen en soms wel twee afleveringen achter elkaar met dezelfde gast. Maar dat schijnt toch iets lekkerder te luisteren. We hebben wat andere dingetjes erin gedaan. Dat gaan we zo met elkaar testen. Bijvoorbeeld wat we tegenwoordig hebben is this or that. Dan moet je kiezen. Dat is wel leuk. We gaan wat meer over stellingen hebben. We gaan het meer over onze mening gaan we geven. En waar we mee afsluiten is dat we de gast altijd het laatste woord geven. En dan gooien we die lekkere tune erin. Seizoen 1. Even terugkijken met z'n drieën. Wat is jullie opgevallen? Wat vonden we ervan? Daniel was natuurlijk de allereerste. Ja. Dat was ook in onze mening een van de betere afleveringen meteen. Dus je hebt de lat meteen lekker hoog gelegd. Hoe waren de reacties? Wat vond je ervan? Ik vond het zelf wel heel spannend. Ik vond, toen ik het terugluisterde, wel heel tof ook meteen. En, inderdaad, heel benieuwd naar de reacties. En gelukkig heel veel leuke reacties. Ja, man. Ja, jouw Insta die sloeg best wel op hol, zeggen? Ja, ik dacht, ik gooi even wat promo er tegenaan. Ja, man. Natuurlijk. Wat deed maar je nog? Het was heel leuk. Heel leuk ontvangen. Heel veel leuke reacties. Echt alleen maar positiviteit eigenlijk. Ja, tof, hè? Super tof. Ja, super tof. Heel tof. En voor jou, Marv? Terugkijkend? Nou, was een leuk seizoen, toch? Ja, ik vond van wel. Ja. Veel geleerd ook. Ja, veel geleerd inderdaad. En ik dacht dat ik er al was, maar ik kan nog steeds bijleren, man. Heb je dat niet? Nou, altijd kan je bijleren, toch? Ja, je kan, dat is onderwijs, denk ik, dat je altijd, altijd leert. Ja. Toch? Ja, en wat ik ook wel tof vind, is dat we, zeg maar, de paraplu, zeg maar, is onderwijs. En eigenlijk, er vallen zoveel dingen onder onderwijs. Ja. Dus je kan ook zoveel verschillende soorten gesprekken met mensen hebben. Instanties, personen, autoriteiten, noem het maar op. Ja. Dus dat vond ik wel heel tof. Ja. Ja? En de reacties waren eigenlijk ook alleen maar lovend voor ons, hè? Ja. Wat ik wel opmerkte, dat in het begin heel erg, dat mensen heel erg enthousiast op reageerden. Mm-hmm. En naarmate de afleveringen dat het minder werd. Ja. Maar dus omdat ze het gewend zijn, toch? Je hebt het al gedaan, je doet het al en dan wordt het gewoon minder. En dan is het aan ons wat je ermee, wat je er verder mee doet om het soort van staande te houden of draaiende te houden. Ja, om het verder te ontwikkelen, want daar zijn we naar op zoek. Hè? We proberen het naar een hoger niveau te tillen door wat veranderingen aan te brengen. Ja. Waaronder dus this or that. En dan wil ik even met jullie spelen. Vind ik het wel eventjes leuk. We beginnen even met Dennis. Tof, ja. Je mag gewoon kiezen. Bellen of appen? Bellen. Basisschool of middelbare school? Middelbare school. Links of rechts? Links. Links. Tapas of sushi? Oeh. Sushi. Sushi, ja, come on. Sport spelen of sport kijken? Spelen. Spelen. Ja. Sneakers of patas? Dat is een goeie. Dat is een beetje geshift naarmate de leeftijd. Maar ik heb gisteren weer sneakers gekocht. Doe maar sneakers. Sneakers, ja, oké. En liever de trein of de vliegtuig? Dat is een goeie. Nee, met vliegtuig kom ik toch op... vliegtuig. Vliegtuig, ja. En glas half vol of half leeg? Wat is ook weer... Ja, nee, half vol. Half vol, hè? Ik wil net zeggen. Sorry, ja. Maar jij zei basisschool of middelbare school? Waarom middelbare school? Omdat, dat is waar ik werk. Dat is wat ik ken. En ik heb er ook wel eens over nagedacht om op de basisschool aan de slag te gaan. Mm-hmm. Toen de tijd. Maar toch trok middelbare school me meer. En ik denk nog steeds wel. Ik heb het nooit gedaan natuurlijk, basisschool. Misschien bevalt het supergoed, maar... Nee, ik denk middelbare school, dat wel mijn... Ik vind het ook wel dood dat jij hem op die manier invult. Want ik had hem ingevuld van... ik kijk terug op mijn middelbare school en hoe ik op de basisschool was. Ja. Op eigen ervaring inderdaad. Oh, op die manier. Dus ik vind het wel tof dat jij hem op die manier... Hoezo sneakers en patta? Want dat is hetzelfde, toch? Ja, dat is hetzelfde. Alleen zeg jij patta's of zeg jij sneakers? Oh! Ja. Ja.
Ja, het oog inderdaad, ja, dope. Ja, oké. Jij zei sneakers. Ja, nee, ik dacht patten als je schoen gewoon. Ja, echt? Ik krijg ook kortsluiting, weet je toch? Moet ik het even uitleggen dan volgende keer? Wat, heel nice. Okay. Links of links? Ja, echt, Nee, dan gaan we voor patten. Rewind. We knippen niet, dus. Dope. Oké, Marv, even eentje van jou, dit is ook wat. Hey, maar moesten we geen shotjes nemen tussendoor? Dat is bij de Pink Champs. Ja, echt, hè? Komt-ie, Marv. Een bad of een douche? Douche. Cupcakes of donuts? Donuts. Klein of groot? Zo, go. Klein. Klein. Tuin of balkon? Tuin. Spaans of Italiaans? Spaans. Movie night of date night? Ja, lastig. Date night. Sinterklaas of kerst? Kerst. Film of serie? Serie. Serie. En de laatste, verschillende talen leren of verschillende godsdiensten leren? Ja. Ja, ik denk verschillende talen. Verschillende talen. Dat is lastig hoor. Ja, die is ook lastig. Waarom verschillende talen? Dat als ik op vakantie ga, dat ik gewoon lekker easy met iedereen kan praten, toch? Dat kan laten zien dat ik een cultuur waardeer en dat ik daar gewoon lekker wil move. Maar godsdiensten vind ik ook nice. Ja. Snap je? Want ik vind het mooi als iemand gelovig is, toch? Mm-hmm. En dat je daaruit je kracht kan halen. Dus ik ben eerder pro-godsdienst dan dat ik anti-godsdienst ben, omdat ik dat wel echt iets speciaals vind. Want je gelooft ergens in en het is nog geen eens bewezen dat het daadwerkelijk zo is en toch kan je daar je kracht in het leven uithalen. Dus beide vind ik eigenlijk nice, maar ik denk dat talen wel doper is. Ik denk dat dat, dat is keihard, als je nog heel veel talen kent. Heb je een talenknobbel? Ik probeer wel van elke taal wel iets mee te nemen. Ik weet niet of ik een talenknobbel heb, maar... Ik ben opgegroeid in Rotterdam toch, dus dan heb je zo'n heel veel talen. Hoe is jouw Chinees dan bijvoorbeeld? Nee, Chinees ken ik niet. Chinees ken ik niet. Dan, hoe is jouw talenknobbel? Ja, Chinees gaat nog wel, maar... nee, ik ben helaas ook niet Engels. Nou ja, ik was bijvoorbeeld 2 jaar geleden, ging even een stedentripje naar Madrid. Mm-hmm. En ik heb alleen op het hbo 2 jaar Spaans gehad of zo. En op een gegeven moment merk je dat dan wel weer, maar het is niet zo, het zit niet zo natural. Nee, ik ook niet, maar ik heb wel interesse. Ja, ik ook. Het zou ook dope zijn toch, ik zou het echt gruwelijk in Spaans te spreken bijvoorbeeld. Ja. Overal waar ik ga, dan probeer ik wel de belangrijkste dingen te leren. Toch even snel, in het Portugees, wat is dankjewel in het Portugees, obrigado. Okay, en dan gebruik ik bij alles obrigado, maar niet uit wat ervan. Jij bent naar Egypte geweest toch? Ja, en in de zomervakantie. Ja, maar dat Arabisch toch. Heidi. Ja, dat niet zo doen. Maar daarin merkte ik ook weer de taal, probeerde ik wel mee te krijgen. En ik ging dan automatisch heel veel Engels praten, want dat is al toch wel het taaltje dat ik wel gewoon goed kan spreken. Maar probeerde ik toch wel een soort van Arabische dingetjes hier en daar op te pikken weer. En weer, geloof toch, ik heb dat ook een paar keer gepost, dat ik dat gewoon super nice vind in de ochtend en in de avond, als je de imam hoe noem je dat? Zijn stukken hoort voorlezen. Ja. Super nice. En dat ik het toch, heel veel mensen die hadden de moeite mee toen ik terug in Nederland kwam en ik het uitlegde, dat ik geschruide vrouwen zag lopen. Mm-hmm. Ja, ik weet niet of dat daar als vrouwen onderdrukking door iedereen wordt ervaren. Maar wat ik wel zie is dat ze allemaal hun kracht daaruit halen. Snap je? En dat ze daar... Al riepen daar westerse mensen daar rond. Ze hadden scheid. Ze waren gewoon hoe ze waren. Snap je? En dat vind ik dope, man. Je weet toch? En dat is wel iets wat... Hier in Nederland zei ik ook tegen Mattie, wat er wel eraan ontbreekt. Want we zijn een christelijke staat van oorsprong, maar vraag 10 mensen of ze christelijk zijn. En vraag aan ze wat ze weten van het christendom. Je weet toch, dat vervaagt allemaal. Ja. Maar we gaan er wel voor staan als ze onze eigen waarden en normen door willen drukken. Snap je? En daar, die mensen, man. Hey, keihard. Maar dat heb ik vaak met ontwikkelingslanden, man. Dat zij... They're doing their own thing, man. Ik ben ook een keertje in Egypte geweest. Je moet in ieder geval nooit in de zomer gaan. Want dat is echt dan toch niet. Dat heb ik gedaan. Maar ik vond het wel mooi. Maar ze wonen eigenlijk allemaal, want ik zo met die gastjes te praten die daar dus werken. Ze wonen eigenlijk bijna allemaal in Cairo, hè. Ze wonen in Cairo en dan gaan ze voor 8 maanden gaan ze naar zo'n resort toe. En dan gaan ze bikkelen. En al dat geld gaan ze dan terug weer naar de familie. Ja. Een paar maanden weer chillen. En dan gaan ze weer... Maar het is niets, hè, wat ze verdienen. Ja, dat is heel weinig. Ik had iemand €2 voor je gegeven. Zo.
Ja. Ik was de god daar. De jongen die zei altijd, nice pet. En ik had zo'n New York Yankees pet of zo. Dus toen, aan het einde van de vakantie, had ik hem die pet gegeven. Nou, die jongen begon gewoon te huilen. Bizar. Ja. Hey, ik heb nog een kleinigheidje voor jullie. Oh. Ja, ik heb iets doops. Ik heb het ook ingepakt. Moet ik even kijken. Dan, dit is iets voor jou. Oh. Kijk eens. En ik heb gewoon iets mooi. Kijk eens, die is voor jou. Oh. Dankjewel, man. Thanks. Zo. Ik zie heel veel verbaasde gezichten opeens. Ja. Mag ik het uitpakken? Je mag het uitpakken, okay. Zeker. Nee, die had ik niet verwacht. Ik ben benieuwd wat jullie daarvan vinden. Gewoon. Ik heb een t-shirt om mee te trainen. Maar check hem even. Oh, dope. Maar hey, ik zal ook aan de achterkant. Maar bro, heb je wel voor mij XXL? Ik heb gevraagd aan je. Een beetje dankbaar zijn, Mark. Nee, ik ben super dankbaar. Meteen over die maat weer, hè? Ja, ik zit in bulking season. Laten we even goed in beeld zien ook. Keihard. Oh, je kan het inderdaad. Ja. Maar kijk, links onderin nog even die Instagram dingetje erop gezet. Oh ja, dope. Ja. Klasse podcast. Super. Ja, Tom, maar kijk, we gaan wachten. Ik heb expres dat mijn dingetje dichtgehouden. Ah, superman! Ah, super nice, man. Super nice. Gewoon podcast klasse. Merchandise. Merchandise. Ja, man. Ja. Super nice. Vanaf nu te koop, nee. Nee, thanks, man. Ja, ik vond het wel geinig. En ik moet even een shout-out doen naar Amber Lagarde. Dat is een collega van ons. Mm-hmm. En die heeft mij hiermee geholpen. Oh, dope. Heel dat cool. Hebben we allemaal zelf gedrukt en ontworpen en noem maar op. Dus... SO naar Amber. Heel ja, tof. Echt, hè? Ja, dankjewel. Ja, thanks, Amber. Ik vind het gewoon grappig om eventjes te doen. Ik vond het wel tof. Ja, zeker. Dus of je nou in gaat slapen, gaat gymmen of je trekt naar je brand, dat moet je natuurlijk zelf weten. Maar het liefst alleen maar reclame lopen natuurlijk, snap jullie wel. Nee. Dit wordt een nieuwe schooluniform voor mij. Nee, super nice. Dankjewel, man. Ik vond het wel fucking toch. Heel leuk. Hey, we hebben dus, nou, This or That hebben we gehad. We hebben natuurlijk ook een nieuwe rubriek van Geef je mening. En we hebben het over stellingen. Ik vind het wel super interessant. En geef je mening. We doen er gewoon even eentje gewoon. Mm-hmm. Smartphones op school. Geef je mening. Ja, ik ben pro. Maar niet... Ja, ligt er al waar. Kijk, lang verhaal. Maar of zit dat? Maar blijf stil, hè? Nee, ik ben voorzichtig in wat ik ga zeggen. Ja, ik ook. Het ligt wel aan waar. Maar het is, let op, het is een mening. Ja. Dus het is jouw mening en het heeft niet met je werk op dit moment te maken. Het is gewoon jouw mening, wat je daarvan vindt. Ja. Oké, los van docent. Los van docent, gewoon geef je mening. Wat vind je daarvan? Ik ben pro, man. Ja. Ze hebben heel de wereld in hun broekzak tegenwoordig, toch? Ja, precies. Niet alleen hun, wij ook. Ja, precies. Dus ik ben ook wel pro. Wordt er ook wel eens misbruik van gemaakt, denken jullie? Natuurlijk. Nou, wij maken daar toch ook misbruik van. Ja? Hoe bedoel je? Ja, doe je dat? Ja, wij maken het ook. Wij kunnen het zo maken. Wij kunnen daar toch ook misbruik van maken, toch? Ja. Van je telefoon en van alles wat erop op staat. En dat hoeft niet allemaal zo groot te zijn. Nee. Maar ik kan ook af en toe in anonimiteit eronder iets mijn mening keihard geven. Mm-hmm. Toch? Ja, nou, dat is ook zo. Maar het is ook zo, als je die kinderen ziet in pauzes. Mm-hmm. Tijdens lessen proberen ze natuurlijk ook constant op die telefoon. Ja. Maar, als je ook kijkt, hun rooster checken ze op hun telefoon, waar ze moeten zijn, het huiswerk, allemaal doen ze op telefoon. Teams, alles is op hun telefoon. Ja. Dus het zou wel bijzonder zijn als je dan smartphones zou weren, toch? Ja, ik hoorde laatst zelfs dat op een bepaalde school gaan kluisjes alleen open met de telefoon. Dus die moeder heeft de telefoon ingenomen. Maar ja, dochter komt zonder boeken in, zulke dingen. Weet je. Het wordt bijna... onmisbaar gemaakt ook. Nou ja, precies. Zouden we nog zonder kunnen, denken jullie? Nee. Nee? Dennis? Jawel. Zou je zonder het smartphone kunnen? Ik denk het wel, man. Als je... Je hebt toch wel eens van die dagen dat je hem even... Ja. Nee, maar ik weet niet... Hoe bedoel je dat we in het leven zonder smartphone kunnen? Nee. Of gewoon een dag? Op school. Kan je op school nog zonder je smartphone tegenwoordig, in deze tijd? Dan moeten we papier weer roosters geven... En dan roosterwijzigingen moeten dan weer ergens op het bord staan. Ja. Dan moeten we bepaalde opdrachten niet meer geven die op internet... Hey, let even op. Wij denken dat die kinderen allemaal een soort van, hoe noem je dat, mediawijs zijn. Ja. Maar laat ze een verslag schrijven met Word. En ze weten het niet. Alles gaat nu via de telefoon. Dus
ik weet niet of die kinderen zonder kunnen. Wij kunnen al niet zonder. En maar hoe hebben wij dat vroeger gedaan dan? Wij hebben toch ook zonder gekund? De mogelijkheden waren daar toch niet daartoe. De samenleving was toch niet zodanig ontwikkeld dat we met ons... Nee, dat is waar. Maar we hebben het wel gekund. Ja, maar omdat is, nogmaals, omdat de samenleving zo was toch ingekleurd. Ik bedoel, van als die dingen er niet zijn, dan mis je het ook niet. Snap je? Ja. Als ik nu, weet je hoe vaak ik denk van, ik ga een dagje zonder mijn telefoon. En dan kom ik op straat en dan moet ik ergens wat gaan doen. Dan besef ik ineens van, fuck, ik had toch wel mijn telefoon moeten meenemen. Denk alleen aan dingen betalen in de winkel. Ik heb het heel lang heb ik het uitgesteld om via, hoe noem je dat? Apple Pay, inderdaad. Om mijn betalingen te doen of om te pinnen. Maar uiteindelijk kan je er niet meer omheen, snap je? En het is hartstikke een mooi gedachte om te denken van... Heb je pinpas nog steeds, toch? Ja, zeker. Maar hoe vaak vergeet je wel niet je portemonnee? Snap je? Gewoon om een voorbeeld te geven. Het wordt gewoon ons heel makkelijk gemaakt. Ja. Ook als ik kijk naar mijn dochter. Je hebt dat ook waarschijnlijk met je dochtertje meegemaakt. Die, niet social schools, maar je hebt een soort van programma waarin ze dus hun Porro. Hoe het heet. Hoe heet dat ding, man? Leren op je telefoon. Ja, leren op je telefoon. Oh. Ja. Ja, iets. We komen er zo meteen op. Maar ook daarin kunnen ze gewoon hun eigen ontwikkeling kunnen ze gewoon monitoren, toch? Dus ja. Ik denk dat er heel veel mooie dingen zijn en maken het erger dan dat het is, denk ik. Of maken het te negatief. Ja. Nou ja, ja. Je hebt ook, ik denk ook dat de halve wereld verslaafd is intussen, toch? Ja, zeker. Dat ook. Soms heb ik wel het gevoel dat ze ook wel veel, onze leerlingen veel missen, doordat ze zoveel in hun systeem zitten, weet je wel. Wat vroeger, sorry dat ik naar vroeger ga, maar wij gingen aanbellen, kom we gaan voetballen. Juist. Nu stuur je een appje, of communiceer je via Teams, of weet ik veel wat, of via Insta, of zijn heel veel via Snapchat. Juist. Dus als ze die mogelijkheden hebben, ja, dan maken ze daar ook gebruik van. Ja. Ja, kijk wat je zegt, maar wij hadden dat vroeger niet, om het als oude lullen een beetje te klinken. Mm-hmm. Maar dan ging je elkaar ophalen. Ja. Maar als je nu de voetbalveldjes ziet, ja, vroeger was het echt massaal iedereen aan het voetballen. Ja. Precies. Is niet zo veel meer. En het is helemaal goed hoor. Het is normaal dat wij volwassenen dingen gaan romantiseren. Tim Beumers heeft het een keer gezegd. Dat zag ik op Facebook van don't be like your parents. Je weet toch, ik snap het heel lang niet en ik snap hem nu wel. Van, het is heel mooi om te romantiseren, maar we moeten niet doen alsof dingen vroeger alleen maar beter waren. Snap je? Nee, want dat zeg ik ook niet. Dat snap je? De grappige dingen bijvoorbeeld ook, waarin je ziet dat smartphones handig zijn. Dus als je afsprak met iemand en die stond op beurs om 10:00 en die gast of die chick kwam gewoon niet opdagen. Stond je gewoon daar 3 kwartier te wachten gewoon. Nee, toch? Nu ben je gewoon een app away van, yo, waar ben je? Reageert diegene niet, ga je weg. Want je weet dat diegene je nu keihard gaat flashen. Ja. Snap je? Maar ook met onze kinderen. Snap je? Als ze gewoon opnemen of als we willen weten waar ze zijn en ze werken gewoon goed mee, dan zijn we ook gewoon een app away. Snap je? Ja. Ik wil niet weten hoeveel zorg onze ouders vroeger hadden, man. Maar dat stukje werkt ook door in de klas. Want als het nu... zeg maar, als je iets wil weten, je hebt gelijk en je wil weten waar iemand is, dan bel je hem. Je wil wat weten, je zoekt het op. Ja. Maar als ze nou in de klas zitten met de vraag, steken hun vinger op, ze willen ook meteen. Ja. Ze hebben geen rust, nee. Nee, precies. Nee. Dus dat stukje leer je dan ook niet. Hè, nee, dat duidelijk. En dat geeft allemaal niet, want het heeft heel veel voordelen weer ook. Dat zie ik ook bij me. Ik weet niet hoe het bij jouw dochter is. Van de week zit ze in één keer, pa, hoe zit dat met PayPal? Ik wil een Shopify-account aanmaken. Ik zit te kijken, hè? Die is 12, is ze met de dropshipping-ideeën bezig. Maar ja, hoe komt ze eraan? Ja. Toch ook weer Snapchat, Insta, weet ik het wat allemaal. Ik stimuleer het wel, ik ga niet gelijk... Ik vind het alleen maar mooi. Mijn dochtertje is super snel met de telefoon, inderdaad. Ik kan me niet meer herinneren wat ze precies had, maar afgelopen week wilde ze iets en dacht ik van, ja, ze weet het niet. Ze zei, nee, maar... dat komt zo meteen wel. Nee, ik kan gewoon 6 jaar uit. Ja. Ik kan gewoon zo. Pop, 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 en ze was er gewoon in. Dacht ik, hey god, zo, hoe dan? Ja, nou, dat is het mooie juist. Ja, wij gingen van de week ging zwemmen met mijn zoontje. Excuus. En mijn dochter ook trouwens. En Sef die zwemt, die duikt overal in dergelijke. Maar die wil graag salto's maken. Dus op een gegeven moment zit hij salto. Maar nu maakt hij gruwelijke salto. Dan houdt nu zijn knieën en zijn benen vast, zeg maar. En dan maakt hij een salto. Juist. Ik zeg zo, dat heb je goed gedaan, maat. Hoe heb je dat gezien? Ja, pap, gewoon YouTube. Ja, echt, ja, man. Precies, gewoon YouTube. En hij zoekt al die filmpjes op. Dus waar hij zijn bommetjes gaan maken of gaan duiken. Of, nou, nu natuurlijk ook in groep 3, dus hij leert nu al die letters en zijn naam. En dan kan dingen. Nou, dat is echt een ontwikkeling. Dat is natuurlijk wel.
Ja, dat is een gruwelijk om te zien. Het heeft natuurlijk ook nadelen. Ja, ieder voordeel heeft zijn nadeel. Skoola. Skoola. Sorry. Vijf minuten later. Maar. Echt, hè? Maar dat is ook zoiets hè, wat echt tof is, Skoola. Want ja. Vooral in die COVID-periode, wij kregen toen van school een wachtwoord en een inlognaam. En dan moesten ze gewoon Skoola thuis gaan. Ja. 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 Dus hoe mooier was dat dan op dat moment? Ja, ja, ik vind, nogmaals, het hebt voor- en nadelen. Ja. Aan een kruif, maar ik denk als je de zwaar aan gaat tillen, dat je het alleen maar negatiever maakt en het alleen maar spannender maakt of een soort van uitdagender maakt voor leerlingen om er mee aan de haal te gaan, toch? Mm-hmm. Ja, true. Ja, true. Wij waren ook zo, toch? Ja. Nou, jij dan. Hey, ik heb jullie gevraagd om een stukje uit seizoen 1 terug te zoeken, terug te luisteren, wat jullie een tof stukje vonden. Ja. Ja, er kwamen een aantal keren dat de aflevering met Peter Ottens echt heel dope was. Ook heel lang, maar echt heel tof. Ja. Oud-leerlingen was heel tof. Met jou, Dan, was heel tof. Nou, leerplicht, basisonderwijs, directrice. Er kwamen heel veel dingen naar voren van, die waren tof. En ik wil even een stukje laten luisteren van Peter Ottens, want dat heb jij uitgekozen, Dan. Ja. Ik ga het even via mijn telefoon doen, omdat de techniek ons regelmatig in de steek laat. Dus ik doe het even op deze manier. En kijk of dat gaat. Het begint bij leiderschap van school, want je zet als school een soort cultuur neer die je moet creëren. Ja. En dit was eigenlijk een precies voorbeeld van die leidinggevende die zei van ja, weet je, docent, ik zeg ze altijd, jullie kunnen mij vertrouwen, ik kan altijd bij me terecht met waar je mee zit. Ja. Maar zelf deed ze dat niet. Nee. Dus ze nodigde daarmee niet anderen uit om ook te delen, want iedereen zag dat ze soms gestrest was, dat er dingen in privé speelden, maar ze deelde dat niet. Dus wat je zag gebeuren is dat docent het ook niet bij haar ging doen, want zij ging niet voor in die verandering die ze wilde bij haar mensen. En ook het zeggen van, hé, je kan me vertrouwen of je mag me vertrouwen. Dat wordt vaak gezegd vanuit de beste intenties. Mm-hmm. Maar dat is een van de dingen uit het boek over vertrouwen. Daar gaan nog wat dingen onder, zoals geloofwaardigheid en legitimiteit. Ja. Dus iets van legitimiteit helpt met de herkenbare achtergrond. Mm-hmm. Maar anders ook wel de interesse van wat maakt dat jij zo naar de wereld kijkt. Of wat maakt dat je zo gedraagt. En geloofwaardigheid is heel erg wat jij vraagt van anderen, doe het zelf ook. Yeah. Dus wat je wel eens hoort van, weet je, als je tegen leerlingen zegt, niet op telefoon zitten, maar dat je het zelf wel heel af en toe stiekem doet. Ja, of niet eten in de klaslokaal, maar zeggen, ja, maar ik mag eten, want in de pauze heb ik geen tijd gehad. Ja, cool. Maar je gaat niet voor in wat je van de ander vraagt. Ja. Dus daarin is een mooi voorbeeld dat we zijn met dat hele team aan de slag gegaan, maar wel heel erg duidelijk aan die teamleiding van meegeef, zet jezelf niet buiten het team en ga voor in welke verandering je van jezelf gaat vragen, wat je wil laten zien. En in dat traject heeft ze daar hele grote stappen in gezet. En dat... Dan, dit was jouw stukje. Ja. Waarom wilde jij dit stukje graag nog een keer horen? Hierna kwamen nog wat nog een paar zinnen, maar dat die vond ik ook wel heel mooi. Nou ja, kijk, het begint met die voorbeeldfunctie. Ja. Weet je wel? Dat heb ik ook wel moeten leren, dat daar zoveel kracht en waarde in zit, zeg maar. En op een gegeven moment... als je dat zelf inderdaad uitdraagt, dan pas kan je dat ook echt overbrengen. Ja. Weet je wel? En als je dat zelf niet doet, hadden we het eigenlijk net ook al een beetje over met die smartphone. Mm-hmm. Dan, en het is niet echt, ja, dan komt het ook niet zo over. En op een gegeven moment praat hij verder en dan zegt hij over, wat haalt hij nou aan? Oh ja, waarom het hun wel lukt met die moeilijke doelgroep, is omdat ze, hij begint met liefde, maar ook hele duidelijke kaders. Ja. En ja, dat is voor mij het hele eieren eten, weet je wel, het gezien worden en weten wat wel en niet mag, weet je wel. En dat heb ik gewoon geleerd van, ja, dat is echt gewoon de kern waarmee je zo'n groep... Kijk, als je bijvoorbeeld kleinkinderen, hebben we twee opa's en oma's. Ja, ja. Bij die ene mag alles, snoep eten, dit, dat, ze zo, niks is te gek. En bij die andere zijn de regels. Ja. Als je aan die kinderen vraagt, welke opa en oma vind je nou stiekem leuker, zijn het die met die regels. Omdat kinderen gewoon fijn vinden om te weten. Je hebt structuur en duidelijkheid nodig, man. Juist. Maar hoe doe jij dat dan in de klas? Hoe geef jij, hoe laat jij zien dat ze jou kunnen vertrouwen? Dat is een goeie. Dat is ook heel persoonlijk, denk ik. Er gebeuren gewoon dingen in de klas, weet je wel. En daarop inspelen en het gesprek aangaan. Er is niet een regel om dat vertrouwen te winnen natuurlijk. Het zijn allemaal kleine situaties bij elkaar waarin jij kan laten zien van, hé, dit heb je misschien even fout gedaan, maar goed, er is ook ruimte om fouten te maken. Die leer je van, hoe ga je het de volgende keer doen? Volgende keer gaat het wel goed, complimentje geven. Je hebt ze weer gezien.
weet je wel. En dan krijgen ze dat gevoel van veiligheid, naar mijn idee. Ja, ja. En ja, dat soort... Ik vind het ook belangrijk dat je de kinderen ziet. Ja, ja. Daarom sta ik bijna altijd ook bij de deur. Ja. Hé, hey, goedemorgen. Fijn dat je er bent. Hé, hey, je was even ziek geweest. Fijn dat je... Goed dat je er weer bent. Gaat het weer goed met je? Ja, top. Hé, hey, je hebt een nieuwe dope patas, man. Hé, hey, nice. Juist. Hé, hey, jij bent een kapper geweest. Hé, hey, en dat... Juist. Ik denk dat dat nog meer invloed heeft op die kinderen dan wij eigenlijk beseffen. Ja. Soms meer dan dat ze een 8 halen voor je vak, hè. Ja, ja, precies. Dat soort dingen. Dat ja. Zeker weten. Maar hoe is dat bij jou? Hoe zorg jij ervoor dat ze jou kunnen vertrouwen? Ja, ik vind het lastig. Ik denk ruimte geven, denk ik. Mm-hmm. Ja. Ik weet niet, dat gaat automatisch toch. Ik denk dat het gewoon een wisselwerking is tussen leerling en docent. Ja, de klik. Ja, de klik inderdaad. Ja, ja. En ik zei dat een keer bij een andere waar wij te gast waren, van ik forceer dingen niet. Nee. Dat is, heb ik wel geleerd. Ik bedoel, van ik begin bij iedereen, bij elke leerling hetzelfde. Op een gegeven moment spelen de dingen. Leerling presteert minder of leerling is ergens goed in, sluit aan bij mij in het debatteam. Dan kun je sowieso vertrouwen, wederzijds vertrouwen en een extra band. Maar als de leerling mij niet moet, dan moet de leerling mij niet, hè? Nee. Weet je? En dan ga ik niet forceren om toch nog een band te creëren. En ik denk dat dat ook wel iets is wat ik in de afgelopen jaren heb geleerd. En dat ook wel belangrijk is. Want wat ik ook zei toen, ik weet niet bij wie zaten we. Zaten toen bij, ik weet even niet meer. Bij Leen bedoel je? Bij Leen. En dat zei ik ook van, als leerling zijn, dan vond ik het ook heel vervelend als een docent moeite ging doen om maar contact met mij te vinden. Dacht van, ik show them niet toch, man, ga weg. Ga weg, man. Ik heb helemaal geen zin in jou. Nee. En op een gegeven moment, bij diezelfde docent, als je mij gewoon de ruimte gaf, zag ik misschien later in het jaar, want we blijven kinderen, ik later in het jaar wel van, hey, ineens van, hij is wel flex. Of hij doet wel zijn best voor mij. En dan ging ik wel met die docent steeds meer contact zoeken. Snap je? Gewoon de ruimte geven. Daar zijn kinderen voor. Dus soms moeten ze je niet... Nou, dan is het jammer. En de leerlingen die met je willen werken door omstandigheden, ja, daar probeer ik. Maar is het soms niet goed om gewoon wel een beetje te forceren om het door ergens doorheen te breken? Voor wie? Voor jezelf? Nee, dat vraag ik. Dat is een Ik stel die vraag terug. Voor wie? Doe je dat voor jezelf of doe je dat voor de leerling? Nou, ik denk voor de leerling, niet voor jezelf. Want sommigen die hebben even een zetje nodig of even een extra aandacht nodig. Nou, laat maar gaan. Ja. Ik denk dat het een hele dunne lijn is. Ja. Ik snap je vraag. Dat is, en jouw antwoord ook helemaal. Ja. Weet je wel. Maar vooral dat soort mensen die jou blijven opzoeken terwijl je zelf niet zo heel veel behoefte hebt aan het contact. Ja. Dat wordt op een gegeven moment super irritant. Ja. Weet je wel. Ja. En je moet geen overkill krijgen natuurlijk. Nee, precies. Nee. Maar er zijn altijd wel dingen... Ergens is een kleine overeenkomst, weet je wel. En als dat er niet is, kan je ook soms collega inroepen. Ja, dat. Als ik met meiden dingen zit in mijn klas waarvan ik me soms... Of oncomfortabel, of ik weet het gewoon niet, omdat ik... Moet je morgen bellen, joh. Ik heb dat niet mee. Ja. Nee, maar ik heb wel collega's waarmee ik dan kan sparren. Of waar ik gewoon zeg, maar ga even lekker bij Naira langs, of bij die of die. Ja. En... dan zien ze ook dat je moeite voor ze doet. Snap je? En dan gaat het soms via en het wordt niet altijd... Ik geloof ook wel heilig in dat, want jij zei de dunne lijn. Ik denk dat die dunne lijn gedurende het jaar er altijd is. En op een gegeven moment, als het goed is, dan kom je wel aan de goede kant. Omdat er misschien onbewust, maar of dat er iets gaat spelen. Dat je inderdaad die leerling kan aantonen van, ik zie jou ook, hè. Weet je, en het klopt inderdaad van 20 leerlingen dat ik veel bezig ben met die andere 12. Want ik zie dat het goed daar gaat en dat ik iets minder persoonlijk contact met je heb. Maar ik zie je echt wel en op een gegeven moment kom je die leerlingen echt wel tegen. Ja. Snap je? Ja. En bij de leerlingen dat het niet lukt, ja, so be it, man. Weet toch? En dat betekent niet dat het in het nadeel is van het kind of dat jij zelf iets verkeerd doet. Maar that's life, man. Weet toch? En dat moeten die kinderen ook gewoon leren. Je kan ook ergens gaan werken en een meerdere hebben waar je totaal niks mee hebt. Mm-hmm. Maar dat je alsnog gewoon heel goed je werk moet blijven doen en op de formele dingen toch nog eens met elkaar moet zijn. Dat je toch nog goed werk levert. Dus weet je, het is wat het is, man. Dus daarom vroeg ik je van, voor wie doe je dat? Doe je dat voor jezelf of doe je dat voor de leerling? Kijk, als je normaal kan werken met de leerling, denk ik dat je al heel veel hebt. Ja. Alles erbij is gewoon extra, denk ik. Ja, nice. Ja. Hey, en ik vind dit een mooie afsluiter van deze aflevering. Want we zitten alweer op een half uur, dus we gaan afsluiten. Dan kom je over een paar weken kom je nog een keertje terug. Vind je dat leuk? Ja, tuurlijk. Ja? Tuurlijk. Nice, man. Ja, super tof. Hey, dan gaan we nu langzaam maar zeker naar het laatste woord. En die geven wij aan de gast.
En dan ben jij, dus ik sluit de microfoon van Marv, ik sluit mijn microfoon en ik zet de tune alvast langzaam aan en dan mag jij het laatste woord. Succes en bedankt allemaal. Gewoon het laatste woord. Ja. geef me een hint, waar moet ik het over hebben? Nee, het mag overal over gaan. Nee, ik ben blij dat dit er is. Ik ben heel blij met mijn nieuwe t-shirt. Ik heb er net aan het begin van de aflevering had het even over de reacties. Ja, het was super tof en ik hoop dat het nu weer zo gaat zijn natuurlijk. En het stukje inkijk weer, weet je wat wij doen in het dagelijks leven. Dat is zeker super tof. Dankjewel.